Het Indonesische leger bestaat vandaag 78 jaar. Om dit moment te gedenken organiseerde de Indonesische ambassade in Suriname vanmorgen een livestream met de viering vanuit Jakarta, Indonesië. Gelijk erna werd het officieel gedeelte in Suriname zelf voortgezet met dans en wayang kulit, een optreden van marionetten Schaduw. Yulang Pujianto, ambassadeur van Indonesië in Suriname, zegt dat de wayang poppet een van de meest bekende tradities is in Indonesië. It transcends the moral values enshrined in the stories of Ramayana and Mahabharata from generation to generation. Today, the Indonesian Embassy and the Defense Attaché presents the Shadow Puppetry Show with the theme of Bhima Krida. Bhima is one of the important characters in the Mahabharata epics that represents wisdom, courage, and bravery, which holds high values in Japanese culture. Kolonel Romas, defense attaché van Indonesië, die gestationeerd is in Brazilië, zegt dat het Indonesisch leger niet alleen militaire operaties in oorlog uitvoert, maar tijden van vrede personen worden geholpen, tijdens rampen en grenscontroles worden uitgevoerd. Romas gaat ook in op de militaire samenwerking tussen Indonesië en Suriname. Indonesia is prone of many disasters like tsunami and everything, so we are capable of doing any kind of support to the police, to the Indonesian government. And then we also modernize our armed forces equipment. Recently we purchased the new aircraft from USA and also from France. We eliminate the old equipment and change it into the new one. And with Suriname, what is the how do you work together with Suriname? We work together with Suriname very close. Suriname have sent some officers to conduct military training in Indonesia, like language training, and then also doing some jungle and river operations there in Indonesia, because we established some short courses, like 3 until 6 month courses in Indonesia. So we invited them to join with our training program. De viering was vandaag simultaan op 78 locaties, terwijl er een livestream vanuit Jakarta was met Maleisië, Washington DC en Suriname. Normaal duurde de herdenking van het ontstaan van het Indonesisch leger de gehele avond tot in de vroege ochtend, maar in Suriname is daar niet voor gekozen.